We staan vanavond hier met de heer. John Zeedorf. Ja, en we zijn hier bij Stadherstel. En meneer Zeedorf die heeft hele mooie dingen hier binnen in Stadherstel. Dus mijn advies is, kom zelf kijken. En daarom gaat hij u een kort toelichten wat het allemaal is en wat hij doet. Wat doet u, meneer Zeedorf? Nou, om te beginnen, ik ben beeldend kunstenaar. En ik ben gevraagd door Stichting Stadsherstel in Amsterdam en Suriname om dit jaar deel te nemen aan de Surinaamse maanden. Nou, ik was heel erg enthousiast, voelde me ook heel erg vereerd dat ik gevraagd werd. Waarom? Ik ben in Nederland geboren. En de eerste 2 jaren verbleef ik hier in Oldenzaal. En daarna ben ik met mijn ouders naar Suriname vertrokken en heb daar mijn jeugd gebracht. Nou, lieve mensen, ik zal je vertellen, nu ik wat te ouder ben natuurlijk, het was een enorme verrijking. En ik vertelde net al dat ik schilder en teken. En ik zie aan mijn tekeningen, aan mijn schilderijen, die ook hier hangen, zeg maar, samen met mijn andere collega kunstenaars, dat Suriname, mijn vader is Zeedorf uiteraard. En ik vind daar heel veel, zeg maar, inspiratie vind ik in terug. En het mooie ervan is, en het is echt waar zoals ik het nu vertel. Als ik schilder merk ik dat ik vanuit mijn intuïtie, vanuit mijn gevoel, dat ik de schilderijen maak. En het mooie en het bijzondere ervan is dat ik geleid word, mijn hand wordt geleid door een tante van mij die inmiddels overleden is. Ze heet tante Ameria. Die toen ik vele jaren jonger was, die heeft mij gered van de dood. En ze had een heel hoop spirituele handelingen verricht. En ik ben haar heel erg dankbaar dat dat weer terugkomt in mijn werk. En waarom, waar kan ik dat aan opmaken? De mensen die mijn werk zien, die herkennen vooral de Surinamers. Die herkennen ook heel veel van wat ik laat zien. Ik kan me iets bij voorstellen dat sommige mensen denken van, nou hoezo tante Ameria, hoezo wordt je hand geleid tijdens het schilderen. Nou, ik vertel je precies wat het met mij doet. Ik heb een kunstopleiding heb ik genoten, Gerrit Rietveld Academie. Maar dat staat los van als ik schilder wat er gebeurt. En de kleuren, de lijnen die ik trek, de beelden die ik laat zien. En wat ik ook helemaal mooi vind, is het is niet alleen Suriname, maar het is ook een stukje Nederland waar ik vandaan kom, zeg maar. En die mix, ja, dat vind ik echt een verrijking. En daar ben ik heel erg blij mee. En weet je, jong en oud, mijn oma, mijn opa, mijn tantes, ooms, neven, nichten, iedereen die is dol enthousiast, omdat ze zichzelf daar ook in herkennen. En ik word daar blij van. Ik raak daardoor geïnspireerd. En ik wil gewoon veel meer maken. En ik ben blij dat ik dit mag vertellen aan jullie. En dan heb ik nog een vraagje. Want ik heb 3 werken van jullie binnen gezien. Waarbij je een mevrouw hebt met de bloemen. Men gaat het ook zien op die foto die ik heb gemaakt. Is het tante die u daar probeerde te schilderen? Of is het... Nou, als jij of u tante inziet, dan ben ik daar alleen maar blij om. Want dan komt mijn verhaal ook over. En deze figuur die past ook in het thema dit jaar van Stadsherstel. Het thema is vruchtbare aarde. Suriname, vruchtbare aarde. Nou, als je het beeld ziet. En daarom zou ik het fantastisch vinden if mi kondre man, if we kona Stadsherstel, Tanga Sebi Juli, tentoonstelling de Moende Tanga, Moende Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag is hij geopend. En het is gratis. En het zou fantastisch zijn als jullie kunnen komen. Want dan bevestigen jullie ook, en daar gaat het bij mij om, de verbinding, dat je die ook laat merken hiervan. Wij zijn ook een volk, we laten niet alleen maar bij woorden, maar we laten het ook bij daden zien. En ja, jullie zullen mij niet alleen een plezier doen, maar jezelf en de jeugd van morgen.
Zeker. En u hebt het gehoord, meneer Seedorf, die roept u ook op van kom kijken, kom naar mijn kunst kijken. Niet van hem alleen, maar ook van andere kunstenaars. Ja. Het is leerrijk. Ja. Er worden ook dingen hier verkocht. Er worden spullen hier verkocht, boeken. Lezingen worden er ook gehouden. Volgende week maandag is er nog een lezing. Ja. Vertelt u daar ja, maar even dan word ik, over. Volgende week is het thema, gaat over cacao. En zoals jullie weten, ook in Suriname, tijdens de plantageperiode, was dus cacao tot op de dag van vandaag, nou ja, toch ook een heel erg kostbaar product. En ik heb schilderijen gemaakt van koffieverf. En daar word ik volgende week, daarover worden de vragen gesteld aan mij. En daar wil ik heel kort iets over laten zien en iets over vertellen. Dus ik zou zeggen, Bradanga Sisa. Mensjoeno. Letjana. Letjana Stadsherstel. Amstelveld. Grand Tangi Masra Seedorf.